Timor, allereerst dank je wel dat je vandaag je verhaal met ons wilt delen. Wie ben je? Wie ben ik? We kennen jou natuurlijk als dansperformer, ja. Maar je doet nu natuurlijk afgelopen jaren veel meer dan dat, hè? Ja, ik ben nu de laatste paar jaar heel erg veel bezig geweest met het maken van dingen. Dus moet je denken aan tv-shows, theater, concerten. Dus meer als creative director. Dus ook achter de schermen, soms op tv, ook als jury. En daarvoor ben ik heel erg bezig geweest met dans inderdaad, uitvoerend. Zeg maar als danser vroeger, ik was om mijn 18e ben ik naar Amerika gegaan. Heb ik daar gewerkt met verschillende grote artiesten. En voortdurend als je aan het performen bent, dan is het heel belangrijk dat je er gewoon goed verzorgd uitziet. En dan is je uiterlijk heel belangrijk. En haar was altijd wel een ding voor mij. Ik heb altijd verschillende haarstijlen gehad. Vlechten, dan weer heel kort, dan weer heel lang. En ook ja, als ik bepaalde kleding droeg, vond ik ook weer dat een bepaald kapsel daarbij paste. En nu ben ik inmiddels wel wat ouder geworden. En als je ouder wordt als man, dan krijg je nog wel eens dat je kleine inhammen krijgt en dat soort dingen. En omdat ik zelf best wel bewust ben van mijn uiterlijk, doordat ik heel veel heb gedaan aan performances en tv, zie ik dingen die misschien sommige mensen zelf niet zien als ze mij voor het eerst zien. Dus wat ik eerst deed, toen ik kleine inhammen had, ging ik altijd heel netjes zo mijn haar eroverheen kammen om het een beetje te camoufleren. Maar als ik dan ging zwemmen of sporten of dansen, dan was het altijd gelijk petje opdoen, haar goed zetten, dat niemand het ziet. En het was zeg maar, het werd zo'n groot ding dat ik op een gegeven moment er te bewust van werd. Dat ik niet meer comfortable was om bepaalde activiteiten te doen zonder dat ik mijn haar had gedaan of dat ik een pet op had. En zodoende heb ik gezien dat er heel veel jongens waren geweest die ik zelf ken, maar ook bekenden zeg maar. En die gewoon hele mooie resultaten hadden. En toen had ik een afspraak gemaakt met Jomas. Toen zat ik daar en zei ik van Jomas, ik weet niet zeker of ik dit wil, maar ik wil wel even een gesprek doen om te kijken wat mogelijk is. En eigenlijk in dat gesprek vertelde hij ook het verhaal van Ruud Gullit, weet je. De quote van, je doet eigenlijk niks aanpassen aan jezelf, maar je vraagt gewoon eigenlijk terug wat je bent verloren. En dat zijn je haren. En dat heeft me wel een beetje gemotiveerd van oké, laten we dat taboe verbreken. Ik moet zeggen, het heeft geen pijn gedaan, het was niet vervelend, het was alleen heel veel geduld hebben. Ja. En op een gegeven moment dan zie je die haartjes langzaam teruggroeien en dan krijg je telkens meer zelfvertrouwen van oh ja, dat komt goed. En hoe reageerde je omgeving? Nou, verschillende reacties eigenlijk. Toen ik binnenkwam op visite, zeiden ze van, hey, je ziet er echt goed uit, man. What's going on? Ik zei van, wat dan? Ben ik afgevallen? Of wat is er aan de hand? En dan zeggen ze van, nee, ik weet het niet eigenlijk. En zei ik, bedoel je dat mijn haar anders is? Echt? Oh ja, je hebt die transplantatie gedaan. En dat is dan leuk, omdat ik vind altijd van, net als met vrouwen die dan lipfillers doen of een borstvergroting of zo, of bil, whatever. Ik denk dat het beste resultaat is dat je het bijna niet eens opmerkt. Want dan is het zo heel natuurlijk mogelijk en dan past het goed bij je lichaam. En het voelt goed, weet je. Als dat jou echt een belemmerend gevoel geeft dat je er continu mee bezig bent, why not? En je wordt wel meer jezelf juist. Precies, daardoor. Ja.